Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. NCCR-coördinator gaat in op maatregelen tegen zware regenval en rukwinden. Ambassadeur Acevedo houdt lezing over bilaterale banden Brazilië-Suriname. Renovatie OS Totnes start september 2023. Organisaties in Coroni ontvangen donaties van het kabinet van de president. En voetbalveld Letitia Vriesde krijgt verlichting. In de omgeving Livorno, Wintiwaai en de Indira Gandhiweg zijn op maandag 11 september enkele woningen door hevige regens en rukwinden geteisterd. Voor zover bekend is, heeft niemand lichamelijke letsels opgelopen. Kolonel Jerry Slijngaard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, vertelt in gesprek met de Communicatiedienst Suriname over de acties die ondernomen zullen worden. Ja, ik heb gistermiddag hebben wij dus rond, ik dacht moest kwart over vier of zo zijn, hebben we de eerste meldingen gehad van rukwinden die ervoor hebben gezorgd dat een aantal huizen, de daken, soms helemaal compleet en soms gedeeltelijk zijn weggewaaid. De buurten waarvan wij meldingen hebben gehad zijn onder andere Livorno. Daar hebben wij een drietal huizen gehad waarvan de daken zijn weggewaaid. Of waarvan het dak is weggewaaid. Van Wintiwaai hebben wij ook meldingen gehad van hevige rukwinden. Ik heb daar wat filmpjes over en op die film is duidelijk te zien hoe zwaar die winden zijn geweest en die regen. En voor de mensen die het niet gewend zijn, het zijn echt, bijna moet je zeggen, hurricane sterkte winden, stormen die we hebben gehad. De volgende meldingen die wij hebben gehad zijn van de Indira Gandhiweg, in de buurt van Indira Gandhiweg 93. Daar moeten een aantal huizen ook zijn getroffen en door rukwinden. En zo hebben we dus verschillende plekken waarvan we meldingen hebben gehad. En zoals ik het altijd zeg, we zijn er zeker van dat we nog niet alle meldingen binnen hebben gehad. Want vaak genoeg zijn de mensen of niet thuis of weet je, en wanneer ze komen dan zien ze van mijn dak is weg en dan begint dat te lopen. Dus, maar feit is dat wij dus gisteren inderdaad na, niet zo lang hoor, volgens mij na 2,5 week hebben wij weer rukwinden gehad. Dus 2,5 week geleden hadden we al rukwinden. En het lijkt alsof dus de rukwinden nu met het droge weer eigenlijk vaker voorkomen. Dat is wat wij op dit moment hebben gezien. En ik geloof dat we dus daar rekening mee moeten houden. Nee, gelukkig hebben wij geen persoonlijke mensen met letsels gehad of mensen die getroffen zijn geworden. En dat is natuurlijk dankzij God. Maar ik denk dat wanneer eenmaal dit soort activiteiten hebben plaatsgevonden, dat NCCR dan een rapportage maakt. Die rapporten gaan dan naar de diverse getroffenen, de mensen die getroffen zijn. En daarmee moeten ze dan naar het ministerie van Sociale Zaken gaan. Want het ministerie van Sociale Zaken moet ze dan ondersteunen om terug te krabbelen, om terug te komen, et cetera, et cetera. Wat NCCR doet, NCCR geeft noodhulp. Dus we zijn er niet om sociale hulp te geven of weet je, weer daken van mensen op te bouwen en dat soort dingen. Dat doen wij niet. Wat wij wel doen, we zorgen ervoor dat er noodhulp is. De mensen, we helpen met tarpaulins, we helpen met eventueel planken opzetten van die tarpaulins op de daken van de mensen. Dat doen we vooral met behulp van de brandweer. Maar u zult zelf begrijpen dat wij geen budget hebben om daken van mensen te gaan herstellen, et cetera. Dat is iets, wij maken wel het rapport dat het ten gevolge van die natuurramp, et cetera, is geweest.
En dan moet het ministerie van Sociale Zaken kijken hoe zij dan deze mensen kan assisteren om wederom hun dak zo snel als mogelijk te herstellen. De ambassadeur van Brazilië in Suriname, Rafael Isseredo, heeft een lezing gehouden over de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Brazilië. De diplomaat heeft hierbij ook de algemene lijnen voor het buitenlands beleid van Brazilië gepresenteerd. Bibesminister Albert Ramdin, die ook een toespraak hield, benadrukte het belang van deze diplomatieke relatie. De lezing heeft plaatsgevonden op 11 september in de grote vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Oh, these have been wonderful 2 years. This is probably the most gratifying post of my career. And I'm a fan of Suriname, what can I say? Okay, can you tell us a bit about the presentation today? Yes, it was an honor being invited by Minister Ramdin and Ambassador Hank. This is a series of lectures where the ambassadors are invited to present the general outlines of their country's foreign policy. And because we have a new government in Brazil as of January, I think it was a very timely occasion to discuss, because I see this as a two-way conversation with the officials of government from Suriname, how our foreign policy interacts with Suriname's foreign policy and the needs of each country and how we can help each other. And what will be the first projects to work on? Actually, we have a very extensive technical cooperation program, and now we're focusing very much on agriculture, we're focusing very much on defense cooperation, and I'm very glad to say that diplomatic training is also one of the main points. So it was very rewarding to be here with Ambassador Hank from the Institute and Minister Ramdin to talk about how Surinamese diplomats are studying at the Rio Branco Institute. And Suriname is one of the countries that has had more diplomats in Brazil studying, so that's great. Okay. Is there any additional information you would like to share also? I think this is a very good format for discussing. It's a very friendly and very open forum, so I think the ambassadors are very happy when we come to Bibi's and are able to discuss freely and openly how we can do our job better from our side and from the Suriname side to make the countries even closer. De renovatie van OS Totnes moet in september 2023 starten. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi terwijl hij van directeur Margot Davids Blackson een rondleiding kreeg op het schoolterrein. Zij bood het staatshoofd een schrijven aan met het verzoek voor de renovatie en de verschillende zaken die daarvoor in orde gemaakt moeten worden. Het bezoek aan de school maakte deel uit van het werkbezoek van de president aan Coroni het afgelopen weekend. Wat zijn speciaal goed om naar die school op te horen en te kijken hoe het gaat.
boodschap is duidelijk. Dat er een school is die zorgt voor de toekomst van het land, de toekomst van Coroni. En dat zijn de kinderen die hier zitten met heel wat infrastructurele, logistieke problemen. En daarom ben ik hier om te kijken. Goed nieuws is dat je als directeur bezig bent om die school te laten renoveren. Goed nieuws is dat ik hoor dat Staatsolie betrokken wordt. Goed nieuws is dat de directeur van onderwijs betrokken is. Goed nieuws is dat de directeur zelf zegt, het wordt een IDB-project. Wij zijn hier met het kabinetpersoneel. We gaan ook contact maken met minister Ori. En ik ga hem straks doorgeven dat ik hier was. En dat hij ervoor moet zorg dragen, zoals beloofd door de directeur van onderwijs, dat die renovatie start in september 2023. Om erop te zorgen dat die gemaakte afspraken met u en uw school uitgevoerd worden. Ter bevordering van de sport- en recreatieontwikkeling in Coroni is de verlichting rond het Letitia Vriesde voetbalveld officieel in gebruik genomen. President Santokki viel op 9 september tijdens zijn werkbezoek de eer te beurt om deze in gebruikname te verrichten. Dit is een van de projecten welke is goedgekeurd en gefinancierd door het kabinet van de president. Hiermee is een wens van de plaatselijke bewoners in vervulling gegaan, omdat de jongeren nu weer in de avond kunnen voetballen. Ook de avondspelen van de Presidential Cup was hierdoor mogelijk. Op 10 september won de selectie van Coroni van de Nigeriaanse selectie op ditzelfde voetbalveld. Na de wedstrijd kregen de spelers van beide teams een enveloppe overhandigd namens het staatshoofd. Verschillende instanties in Coroni hebben vanuit het kabinet van de president donaties ontvangen. President Santokki, die vanwege urgente zaken betreffende nationale en internationale belangen zijn bezoek aan Coroni niet kon voortzetten, heeft zich op zondag 10 september laten vertegenwoordigen bij de overhandiging van de geschenken. De organisaties die in aanmerking zijn gekomen voor de donaties zijn Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen, Afleggersvereniging Petra en Bejaardentehuis Lunor. Bij de overhandiging aan de Parochie Maria Onbevlekt Ontvangen werd het staatshoofd vertegenwoordigd door parlementariër Harriet Ramdien. Het Rooms-Katholieke Kerkgebouw is een van de oudste in Suriname, waarvan de bouw op 21 juli 1891 startte en de inzegening op 22 juni 1892 plaatsvond. Het gebouw is inmiddels 131 jaar oud en is dus een monumentaal pand. De afleggersvereniging Petra heeft vanuit het kabinet van de president een enveloppe ontvangen met een geldsbedrag van 25.000 Surinaamse dollars. Deze financiële tegemoetkoming zal gebruikt worden om de koelcel van het mortuarium te voorzien van 220 volt elektriciteit. Hierdoor zal men niet meer afhankelijk zijn van het mortuarium in Nikeri, wat een besparing is van vervoerskosten voor de nabestaanden. Kijkers, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.